Ik ben Mike Verdonk, bewoner van de Hofstraat in Eindhoven. Een straat zoals heel veel in Brabant. Het spoor voert dwars door onze provincie. Van Breda, Tilburg, Eindhoven, richting Helmond en naar het Ruhrgebied. Het is heel goed dat we daar geld verdienen. Het helpt de BV Nederland stukken vooruit. Met Prinsjesdag wordt er in Den Haag besloten hoe we de BV Nederland zo goed mogelijk kunnen regelen dat we geld verdienen. Maar lusten en lasten moet je eerlijk verdelen. Als er hier de komende 7 jaar 4 keer zoveel goederentreinen, en dat gaat er gebeuren, dat gebeurt nu al, door de straat heen gestuurd worden en de leefbaarheid hier drastisch omlaag gaat, dan zullen er ook maatregelen genomen moeten worden, zodat wij hier 's nachts kunnen slapen. Ik hoop voor Eindhoven, maar ook voor Geelze, Geelzerijen, voor Nuenen en voor al die andere Brabantse plekken aan het spoor, dat er ook rekening gehouden wordt met de mensen hier in de provincie, zodat wij rustig kunnen leven.